gedaan hebben. Ja. En dat zal die mooie dame met dat mooie rode haar zal dat gaan doen. Dus ja, dat komt allemaal wel weer goed. Ja. En anders dan maar niet. En anders dan maar niet, zegt ze. Mag kijken. Wauw. En nou niet weer in haar steurt. Nee, het is gaaf. Een hele goede morgenmiddag. Ja, ik ben op de valreep. 11:58. Lieve vrienden. Het is vandaag alweer zaterdag 26 februari en wat ik al zei, 11:58. Ja, en Karin die kan zo komen, daar zit ik eigenlijk op te wachten, maar ja, ik had er al verwacht. Maar in ieder geval, ik moet ook nog met de hondjes uit, dus we gaan snel opschieten. Ik zal Karin even weer wakker bellen, kijken misschien dat ze in slaap is gevallen, ken ook. Zij had me al gebeld, maar... In ieder geval, ik wens jullie natuurlijk ook welkom bij een gloednieuwe vlog. En wat we gaan doen? Nou, we gaan ook weer naar de huiskamer. Lekker gezellig. En nou ja, er is markt, er is weer van alles te doen. Alles is weer open. Dus ja, we gaan er eens even lekker van genieten. En we proberen jullie daarin mee te nemen. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, daar zit Karin. En die heeft van alles en nog zit wat om. Ik? Ja, ik wist niet eens in dat ik zat, joh. Ik dacht dat ik stond. Maar in ieder geval, die wou weer... Iets gedaan hebben, ja. En dat zal die mooie dame met dat mooie rode haar zal dat gaan doen. Dus ja, dat komt allemaal wel weer goed. Ja. En anders dan maar niet. En anders dan maar niet, zegt ze. Dus ja, we zullen afwachten wat dat gaat worden. Dan loop ik lekker voor gek. Loop je dan lekker voor gek? Dus het komt allemaal in orde. Ik zou zeggen, we genieten straks verder. Nou, en we hebben Blondie in ons midden. Hè, Blondie? Ja. Ja, en dus komt er weer eentje erbij die er niet op wil. Nee, die staat weer bij me. Ja. Ja. Die heeft een roze hert. Ja. Ik vind het weer lekker cool, hè, dit? Ja, en dat vindt ze weer lekker. Ik vind dat zo fijn. Ja, en ze houdt haar oogjes mooi dicht. Moet ook, want het wordt een verrassing voor haar. Ik wil het zelf gewoon mijn ogen. Ik doe het 9 van de 10 keer ook. Ja, ik niet. Ik wil eigenlijk altijd een gevoel een beetje hebben. Maar dat is ook weer een beetje dit. En dit is echt heel ver buiten mijn comfortzone. Ja, out of the box, zeg maar. Het is wel echt een out of the box ding. Ja, maar ook, kijk, daar is ook al. Ik heb altijd mijn ogen open. En nu is het niet. Dus ik wil altijd in principe en de energie hebben. Maar... Bedankt voor je vertrouwen. Wat heb je niet voor dan? Wat is dat? Ja. Nou, dan zullen we straks verder kijken. Ja.
nog een beetje olie erin doen en dan zijn we klaar. Oh, mooi, dan ga ik daar nog even op wachten. Dat was zeker. Je mag kijken. Wauw. Gaaf. Kijk, hé, dit. Dit is gaaf. Echt puur van. Gaaf. En nou niet meer in haar steurt. Nee, maar dit is gaaf, hè? Dit is kikker. Zie ik dat nog goed? Ja, hier een beetje. Een beetje maar rood. Emma, dat gaat wel weg. Kan ook misschien wel met een make-up doekje. Doe ik ook bij mij. Oh, die kan ik wel weghalen, hoor. Dit is gaaf, hè, kikker. Gaaf. Ja? Ja. Heel gaaf. Kijk, dan moet ik je ook nog de andere kant laten zien. Ja. Kijk eens aan. Wauw. Alles door elkaar heen. Geweldig. Dus per beweging is het heel verschillend hoe het eruit gaat zien. Gaaf. Oh, wauw. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Heel middag de kletter op geweest, samen met Karin. Was gezellig. En zoals jullie hebben mee kunnen genieten, ze is bij de kapper geweest. Zet nou twee kleuren erin. Ik ben ook inmiddels met de dames uit geweest. En daar ben ik ook weer van terug. Maar dat ik met de dames, tenminste dat ik thuis kwam van met Karin door de stad heen te chasen. Ook zijn we in de huiskamer geweest, et cetera. Dat ik thuis kwam, moest ik nodig naar het toilet voor de zoveelste keer. Ik was bij de kapper ook al een aantal keren geweest. Toen zag ik een pakketje in het mandje liggen. Daar zit dus het een en het ander in. Nou, dat is één. Dat is twee. En ik weet al wat het is. Nou ja. Oké. Okay. Wat had ik vorig jaar. Er zit een soort in maart. Kun je nagaan. Wat had ik vorig jaar december besteld dat ik ziek weer was? Een vingergoedje, oftewel. Zustermeter. Ja. Nou pas binnen. Ja. Omdat het... op een andere adres was gekomen. Ik moet een schaartje pakken. Was op een andere adres gekomen en die had het weer retour afzender gestuurd. Logisch, maar met alle dingen van dien kreeg ik het veel te laat. Maar het is altijd handig als je het alsnog wel krijgt. Nee, ja, maar het zal me een worst. Deze. Zo, die even. Dit is het kokertje waar het in opgeruimd kan worden. Nou ja, kokertje, een doosje met een ritsje. Met een hele stiekje, tenminste ja. Het is van gaas, laat me zeggen. Ik ja, we moeten het laten zien. Zo. Dus daar kan die in. Nou, het doosje is helemaal verfrommeld vooruit. Maakt niet uit, het doosje gaat toch weg. Een hele sticky. Je curryriebelt. Met je snotkoker. En toen was die leeg. Mooi. Ik heb het heet. Dat ik... Ik heb de hele dag de kachel uitgehad. En dat ik het in de gaten kreeg dat Karin bijna klaar was, toen heb ik de kachel pas aangedaan. Ja, want ik ken op afstand. Hup, daar maar even. Nou. Ja, dat kan ook weg, maar het blijft allemaal stroom aan mijn handen. Oh ja, zo. Maar er zal nog een batterijtje in moeten. Dan doen zal die het wel niet.
Nee, natuurlijk niet, maar er zal wel geen batterijtje bij zitten, denk ik. Dan moet je ook nog zien hoe dat open moet. Daar zitten ribbeltjes. Dus dan verwacht je dat je het naar beneden moet schuiven. Ja. En dan moeten twee van die kleintjes in. Van die inimini. Nou, zal ik kijken of we die hebben. Dat zijn die twee hele dunne AA-gevalletjes. En die moet ik ergens hebben, moet ik even denken. Want ik heb alles verhuisd. En dat is hier al ergens. Nee, niet hier, maar hier. Ja. Dat zijn dikke. Kan je straks net zien dat ik die hele dunnetjes niet heb. En dan baal je weer als een stekker. Nee, die passen. Maar ja, morgen is de winkels open. Nee, dit is te lang ook. Ze zijn veel te lang ook. Ja, echt helemaal erg lang. Nee, dat wordt het hem niet. Ik heb die dunnetjes niet. Dat zijn allemaal dikke. Ja, allemaal dikke. Maar ik dacht dat ik ook nog dunnetjes had, maar ja, waar? Ja, echt. Ik zie die andere niet. Dat wordt dus, denk ik, of verder zoeken dat mijn neus lang is. Zo. En ik zie hier een kikkel. Nee, ook niet. Au. Dat is mijn arm. Ai, ja, ik moet denk ik daar verhalen. Nee, ik zie het hier al 1, 2, 3 niet. Dat wordt een pech. Maar jullie weten wat het is. Ja, zo'n vingerroetje. Nou, kijk, en die kleintjes moeten erin. Wel rondjes. We moeten er twee in. Kanonne. Zo dan. Ik heb hem nog niet eens iets uittesten. Oei. Maar ja, ik ben blij dat ik hem in ieder geval heb. En halen we morgen gewoon nog even batterijtjes, want ik denk dat ik ze echt niet heb. Echt niet. Nou, dan moet dat hier ook in kunnen. Of daar moeten de vervangende batterijtjes in, dat kan ook. Dan moet die wel er ook in kunnen. Zo. Kijk. En dan moet... Ai. Ja, ik heb een koordje eraan, maar waar die dan aan moet, gaan we die weer kijken. Oh, daar ook. Ik zie het al. Ja, hoe krijg je die dan in vredesnaam er doorheen geduwd? Hé, hey, ja joh! Oh, daar komt hij al. Ja, man! Zo. En dan moet. Ja, ik kom zo bij. Hé, mag dat? Op mijn rollator? Mag niet, hè? Zo, kijk. Je hebt hem altijd bij de hand. Ik zie hem wel lopen. Nee, maar het is wel handiger als je hem inderdaad dichtbij je hebt. Mocht je weer gebrek hebben aan weet ik van wat. Of eerste hulp. Heb diegene nog zuurstof, maar dan moet er wel batterij in zitten. Ja. Dat zeg ik er wel bij, hè. En dus, maar dat komt wel nog goed. Ik ga straks nog even op zoek. Maar ik ga eerst voor mezelf zorgen. En dat is een bakje koffie. En een broodje, want ik heb zin in wat. En om dat te gaan koken. Nou, nee, ik dacht het niet. Want ik heb pijn in mijn rug. En pijn, ja, links allemaal. Alles doet links pijn. Maar half mijn hoofd niet. Nee, dat is zomaar goed. Nou, dat ook maar bewaren. Dat zijn ook weg.
dat punt weg en dat punt weg. Dan gaat dit weg. Nou, kandel wil eten, ga ik ook doen. En ik zeg jullie in ieder geval hele fijne avond. Geniet ervan met z'n allen. En wie weet kom ik nog terug. Zo niet, dan hebben jullie pech. Want ik ben ook maar een mens, ik heb het vergeten. Ik ben ook druk met andere dingen. Ik moet mijn camera nog leeghalen. Ik moet een vlog in elkaar zetten. Ik wil ook aan mezelf denken. Zoals mijn spel en televisie kijken. Heb ik allemaal nog niet gedaan. En als je hier achter me kijkt, het is weer een dikke bende. Ik heb nog wat boodschapjes gedaan. Dat moet gelukkig naar boven toe, dus dat staat wel goed. Dat moet ik meenemen. Nou, ik zit in een tas en het is te veel om het in mijn hand mee te nemen. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot later.